Ja,
alles op afstand van elkaar denkt, hè. Dat is mooi. Dit zijn er wel over plaatsen 2, 3 en 4, dus we hebben nog top op 65. 2, 3 en 4, want op dit moment over de grootste groep. We komen nog steeds op deze tweede plek nu, Guillaume Dion. Kijk daar ook even op, maar uit het achterveld opgelopen. Helemaal niemand mee. Ze hebben het ontzettend goed te doen. Blijf het nu op zo'n. Ja, ze komen ook nog wat dichterbij, hoor, die groene mannen. Oorsprong doet het niet meer. Kom onder de 65 op deze plaats in de wedstrijd. Kom op 68 met de groene achterveld opgelopen. Ja, maar kijk weer eens, kijk daar is het op die kleine supersnelle honing eraan hoor. Onvoorzichtelijk is het geen zin, maar dit is een kop op de tweede plaats, het zal met het nummer 65. Dat zijn Jaap en van Blijdenjoen. Derde plaats bij de Harry Abnadens en met Jop van Nevers, de mannen in het rood, 169. Daar komt op 64, op dit moment met Demi Reusden en Ivan Potter. Tegenhaald worden door een kop op van Mooi. Vierde plaats houden Stef Krul, Bas Tietema, koppel 71. Adel zit nog steeds op de derde plaats. Vooraan de mannen in het lichtblauw. Tweede plaats de mannen in het groen. Derde plaats. Kom van de wedstrijd in dus hier in de handen van Nino Hollens, gaat het met Mooi. Dan gaan we een groepje krijgen op dit moment in de bocht richting de finish komt. En zo dadelijk gaan we de kapitein die zit in het Apeldoornskanaal wakker schudden. Dat we aan op 61 gaan horen dat de sprinter aankomen. Er zijn nog 63 voor de plaats. Zesde plaats in de wedstrijd, koppel 61, Keeselink Martens. Koppel 1 in de zon op de streep geweest. Nu op de streep, koppel 2, 3, 4 en 5. Aflossing met de man onder 71, Stef Krul, Bas Tietema. Op de vijfde plaats in de wedstrijd. Zesde plaats, komen door, koppel 14. Op dit moment, Schumacher, Tanksma. Aflossing daarbij, de derde koppel in de wedstrijd. Tweede koppel nu, de Jong, de Jong. In de aflossing, vijfde op de tweede plaats. Hans, een ander kapitein zit het aan de woorden, ze kunnen alvangers kapitein is de koppel op 5-3-2-1. Nou, dan gaan we weer langs overtijden met André Mooi. Maar we zien dat ook het rode koppel nu gebruik maakt. Het koppel Arjan Marissen met John Cornelis in. Met John Cornelis klaar voor dit debat. Hij op dit moment voor 3 punten. De man in het rood, 2 punten. De Jong, de Jong. Hier zijn ze voor de punten. Het lijkt naar Cornelis. Op dit moment komt natuurlijk het koppel van al onze vrienden Nino Hollens van André Mooi op 10 punten. Beiden zijn de wedstrijd aan de overzijde. We zitten nu in de kop bij Shimano, de mannen van het lichtblauw. Tweede plaats bij de groene koppel, derde plaats is de rode koppel. Vierde plaats, 71 nog steeds, Krul Tietema. De vijfde plaats, zijn iets weggezakt nu, maar de aansluiting gaat tot stand gebracht worden door linker dit al aan Milan Veldman. André Rooij, op de streep.
komt op 71, Jeroen Tiedema. Rijden dus op dit moment op 2. Nummer 68 komt op 2 ronde. De Jong, De Jong. 64, 1 ronde afgestapt. Martijn De Jong gaat voor in de wedstrijd. Geeseling gaat proberen terug te rijden. Coco Geeseling gaat proberen zich terug te rijden naar de groep voor hem. Koppel 61, Tom Martens. Komen terug daar bij de groep die rijdt op de tweede derde plaats. Aansluiting van Geeseling, maar kijk wat er gebeurt. Daarachter hebben we Nido Honing. Gaat het veld daar voor onder zetten. Hij zit op 10 meter. Het gaat gebeuren, het gaat gebeuren. Hè? Op het bord. We gaan weer met de Jong.
onmiddellijke reactie van André Looy. Stel ik mee in dat wiel, is dit gebeuren. Mannen hebben al een ronde, maar mensen geen enkel risico te nemen. Ze moeten niet overnemen. Nino Honing nu in de wedstrijd gezet, maar ze hebben wel meegaan met de ontsnapping. Zoals het de puur aan aanzien, zijn dus buiten de voorstelling. Daar is ze inderdaad aansluiting. Er gaat ook weer een koppel 71 komen, Stef Krul was in de maan. Dus opkijken, dus zoeken door Martens zet. Of Keeselik zet door Martens in de wedstrijd. Deel uit het zadel. Op het rechtse stuk in één keer de tempobestelling. Je ziet toch gewoon in het zadel zitten twee hoor. Nino Koning. Alles moet uit het zadel. De twee man vooraan blijven gewoon zitten. Ook bij de tempobestelling. Het is gewoon niet de handel wat ze laten zien dus. We hebben een team volgens aan het bereiken. Ook Arjan Aardig mee. Maar een koppel van Stef Krul gaat ook de aansluiting maken. We hebben wel echt vier koppels aan het bereiken. Ziet het nummer uit. Gaat erachter zien dan. Mannen met een koppel 60, ook bij vliegtuig achterstand komen. Nog koppel 14, Schumacher Taanse. Zit op een meter of 30. Gaan nu anders. Door de omheen en langs heen, koppel Geesterik. Ja, die lag dan duidelijk op versterking en daar vooraan wordt hem niet gewacht. Er wordt schrik op de doorgetrokken. Aan het zit nu nog net erbij. Maar ik zie dat de koppel 71 groot niet te maken. Lichte problemen heeft om het hoofdtempo aan de bol. We sluiten wel weer aan. Dan trekken we ze nog een keer door. Ze trekken nog een keer door. Dan is het opnieuw een licht probleem voor de mannen in het groep. De jongen, Jorg Bunningen,
Guido Cornelissen. En daarachter dan het groene koppel Stef Krulmas Niekema. Yeah.